Even kijken, want de spanning begint nu wel te stijgen. Ik zie allemaal wel gespannen gezichten van de genomineerden. Van waar belt de wethouder zometeen aan? Ik zie de wethouder nog niet in beeld. Maar hij heeft natuurlijk wel een hele cameraploeg bij zich. Hè? Het is wat. Ben ik al wel te horen? Ja, ik hoor u wel. Kijk. Het is zeker voor het eerst in uw wethouders bestaan dat u met een camerateam op pad bent. Ja, dat geloof ik wel, ja, inderdaad. Ik heb vaker filmpjes opgenomen, maar zo op pad met een camerateam, dat is inderdaad helemaal nieuw. Helemaal nieuw, ja. Ja. En het wethouder. Bevalt goed, ja? Want het is okay. Droog. Het is droog. Gelukkig. Het is wel koud en winderig, maar ik ben inmiddels redelijk dicht in de buurt van de winnaars aangekomen. Dus ik ben er helemaal klaar voor, Edith. Ja, nou dat is heel mooi, want we zien u staan in een heel mooi groen decor. Ja. En ik weet niet of er dan bij iemand dan een lampje gaat branden, maar in ieder geval wordt er zometeen bij iemand van de vier genomineerden wordt er aangebeld. En er is dus een cameraploeg bij de wethouder aanwezig, dus als er bij u aangebeld wordt, dan willen wij u verzoeken om naar de deur te gaan en daar staat de wethouder klaar met de cameraploeg. Om dan getuige te zijn van de uitreiking van de prijs. En natuurlijk dat we zien wie de winnaar is van de Teylinger Trofee 2021. Wethouder, mag ik u verzoeken om een deurbel te gaan zoeken? Nou, dat gaan we eens doen. Daar gaan we. Oh jee. Ik zie... Ziet u mijn voeten? Ik zie uw voeten inderdaad. Ik zie een pad. Oh, dat is wel heel spannend dit. We zouden eigenlijk de muziek van Michael Jackson eronder moeten zetten, geloof ik. Ja. Is nu nog twee. Ziet iemand al zijn paardje? Komt het al bij iemand bekend voor? Ik weet niet hoe ver u gaat lopen. 2,5 kilometer nog. 2,5 kilometer, nou oké. Okay. U bent in ieder geval wel heel goed in beweging vanavond. U geeft het goede voorbeeld. Nee hoor, ik ben er bijna. U bent er bijna. Ik ben er bijna. Ja. Dus, ik ben benieuwd. Er gaat aangebeld worden. We zien nog steeds de stenen. Oh, we zien een fiets. We zien een huis. En ik zie een hele mooie kerstkrans. De deurbel? Ja. En daar heb ik nu op gedrukt. Ik hoor hem ook. Ik zie mensen ook opstaan. Oh, kijk! Oh. Daar zijn ze! De winnaars van vanavond. Mogen ik in het midden komen? Fietspaardjes. Oh, dit is wel een lelijk. Dit is echt een lelijk. Ik stel voor dat we het hier gewoon even bij de deur doen. Bij de deur doen. Kijk eens eventjes. Oh. Hele bestuur is aanwezig. Helemaal goed. Wilden we niet missen. Helemaal goed. Nou. Oh. Het is een verrassing. Dat heb ik in ieder geval al in de gaten. Nou, hartstikke leuk. En jullie hebben hem enorm verdiend, natuurlijk. Laat ik in ieder geval eerst de trofee uitreiken die bij de prijs hoort. Ga ik in ieder geval even uitreiken. Ik weet niet of hij goed in beeld is zo. Hou hem goed vast. Hij is prachtig. Hij is prachtig. Jullie hebben hem natuurlijk enorm verdiend. Ik ken fietsmaatjes natuurlijk al langer. Met enige regelmaat hebben we gezien hoe jullie bezig zijn, hoe jullie... Je hebben ontwikkeld. Dat heeft ook de jury gezien. Een aantal elementen uit het juryrapport wil ik toch wel naar voren halen. Onder andere dat jullie een organisatie zijn die echt voor heel Teylingen geldt. Jullie zijn in heel Teylingen heel erg actief. Tweede element is jullie activiteit draagt bij aan het voorkomen van eenzaamheid. Draagt bij aan het bevorderen van vitaliteit. Het is zelfs, zou je kunnen zeggen, zegt de jury, ben ik het helemaal mee eens, een vorm van respijtzorg. En we hebben natuurlijk wel eens eerder gesproken over jullie activiteit. En als ik dan ook hoor, dat voeg ik even vanuit mezelf toe, dat er soms toch wel eens cursussen in taal worden gegeven op de fiets. Dan denk ik van, dit mes snijdt aan zoveel kanten. Kan ik me helemaal goed voorstellen dat de jury dat ook allemaal naar voren brengt om jullie uiteindelijk tot winnaar te kiezen. En tenslotte zegt de jury ook nog, deze organisatie die staat als een huis. Nou, dat zijn de
elementen geweest waarom jullie de Teylinger Trofee vrijwilligers 2021 enorm hebben verdiend. En ik heb er met veel plezier uitgereikt. Nou, dat is de trofee. Hier heb ik dan de check die ik net niet kon laten zien, maar nu wel. En als je even een beetje naar voren komt, Tekla, dan zou we hem zo... Kijk, ik laat hem eerst jou zien. Ik kom hier even erbij. Ja, kom er even gezellig bij. Kijk, dit is hem. Meer dan verdiend. De check van 1000 euro. Wij hebben ons getest, dus wij mogen even dicht bij elkaar. Ja, precies. Nee, daarom blijf ik ook buiten staan en een tikkie op afstand. Ja. Dat is wel zo handig. 1000 euro. Dankjewel. Nou, en nu ben ik heel erg benieuwd naar jullie eerste reactie. Zouden jullie daarover iets willen zeggen? Nou ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik het opdraag aan alle vrijwilligers van Fietsmaatjes. Want zonder vrijwilligers komen wij nergens. Maar ook het vertrouwen van de gasten. Die het vertrouwen hebben dat Fietsmaatjes goed georganiseerd is. En dat ze veilig zijn bij ons. En dat ze met name plezier mogen hebben. Ja, en ik vind het zo ontroerend om te zien wat het voor mensen betekent. Daar hebben we heel veel verhalen van. En er zijn ook heel veel verhalen van opgetekend. Ja, dit is wat verbinding is. Ja. 10 jaar geleden dacht ik van, ik wil verbinding maken. En dat dit het resultaat is. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Ja. En jullie zijn inmiddels niet meer alleen in Teylingen. Maar, maak de zin eens af. We hebben nu in de gemeente Teylingen, wat we hier hebben uitgevonden eigenlijk, hebben we doorgezet naar andere gemeentes. En samen met Jan hebben we nu 34 gemeentes in Nederland waar Fietsmaatjes nu ook net zo, net zo actief is en net zo tot resultaten, tot die verbinding leidt, ja. Als dat we in Teylingen hebben. Ja. Nou, hoe mooi kan je het hebben. Ja. Ja, het is werkelijk prachtig. Heel mooi dat dit initiatief in Teylingen is begonnen en zich zo verbreidt over Nederland. Ontzettend goed dat we hem in heel Teylingen heel veelvuldig zien. Want als je even op de fiets stapt, dan kom je een fietsmaatje fiets tegen. Niet te missen. Een straatbeeld. Ja, precies. En elke keer denk ik dan even van, wat is dit een mooi initiatief. Ja. Dus meer dan verdiend. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ik zou jullie het liefst hier uitnodigen, maar ik... Nee, dat gaan we niet doen. De regels zijn toch net even van doen, maar aan de voorzichtige kant. Ja. Dus daar houden we ons aan. Daarom ook even iets hier bij de deur. Ja. Ik heb een mooie... Meer dan verdiend. Ik laat nog even de doos achter waarin deze past, maar die zou je niet nodig hebben, want deze krijgt vast een heel mooi krekje. En nogmaals, van harte gefeliciteerd en met heel veel plezier gedaan. Dankjewel. Al is het buiten. Nee, nee. Dankjewel. Oké. Okay. Nee, ik ga er weer vandoor. Ja. Wethouder van Kempen. Ja. U hoort mij nog, neem ik aan, hè? Ik hoor je nog, ja. Ja, nou, de felicitaties namens ons allemaal uiteraard aan de fietsmaatjes. Ik zou de fietsmaatjes willen vragen nog heel even achter de computer te gaan zitten. Want ik heb nog een toegift beloofd. Ja. En die ga ik zo meteen vertellen en dan kunnen ze daarna heerlijk aan de taart gaan beginnen. Goed, dan ga ik even doorgeven aan ze en dan fiets ik weer terug naar huis. Prima, mag ik u hartelijk danken voor uw geweldige fietstocht en bijdrage en een goede tocht naar huis terug. Graag gedaan, tot ziens. Oké, tot ziens. Dag wethouder. Goed, we hebben de fietsmaatjes gezien, van harte gefeliciteerd. En de fietsmaatjes...